Twee zakken patat. Handklopjes. Naast het bordje. Wel. Ja. Daar heb ik dan zin. Uiteraard een fles wijn weer. Met voorraad. Wordt er nog niet op toegelaten. Twee glazen die. Ja, lieve vrienden, goedemiddag allemaal. Ja, het is alweer een lange reeks. Goedemiddag, ik ben laat. Maar ja, dat heet als je onverwachte ziekte krijgt. Ja, dan heb je andere dingen te doen, andere prioriteiten. Dus ja, dat kon ik niet eerder vloggen, maar ik had ze nog niet gegeten, kun je nagaan. Ja, ze stonden al vroeg voor mijn deurtje. En dat zit mijn capuchon niet goed. En dat doet zeer, zo. Ja, zeer, dat bultje, weet je wel, en dan leun je er tegenaan. Maar oké, het is nou weer goed. Het is inmiddels vandaag dus, donderdag, 12 september. En het is 14:34. Dus ja, een late lunch heb ik voor mijn neus staan. Maakt ook niet uit, maar ik moet toch wel wat naar binnen hebben. Ja toch? Enkel op koffie leven, dat gaat niet. Nee, er moet toch ook wel wat happen erin naar binnen. Maar ja, het maakt er allemaal niet uit. We gaan vandaag, althans ik alleen in mijn uppie, eventjes naar dat restaurant toe waar wij ook gaan uit eten. 21 september. Ja. Eventjes wat uitprinten straks nog. En dan neem ik het geld al mee wat ik al heb. En dan zeg ik dat er nog 100 euro bij komt. Ja. Maar die 100 euro, dan moet ik nog op wachten. Dan moet ik wel eerst mijn geld weer binnen hebben. Ja, of de belasting. Eén van de twee. Nou, dat is nog niet binnen, maar dat komt er wel. Hé, ja toch. Want ik heb genoeg gespaard hoor. Hier. Simpel. Kijk je nou zielig, mal hondje. Maar oké, hij heeft eten gehad hoor, lang al. En Ewentje zit voor zoveel keer te eten. En Kandel zit ook even te eten, want die was vanochtend eerst pleiten. Nou ja, oké. Oh, ze houdt er ook mee op. Oké, nou ja, dan ruim ik dat zo meteen op. Ja, ik kan dan ook weer binnenkomen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is hier zon, blauwe lucht. Wolkenvelden. Ja, en onder die wolkenvelden schijnt even goed de zon. Dus ja, wat willen we nog meer, hè? Het is echt schitterend mooi weer. Ja, nou dat zal bij jullie ook wel wezen, zoiets. Ja, toch? Ja, dat dacht ik wel. Daar loopt een poesie, die is niet van mij, nee. En daar op dat hekje zit ook nog een poesenbeestje. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van het mooie weer. Ja, we hebben het wel weer eventjes verdiend. Na een aantal dagen, trieste dagen, moet je toch weer ook mooie dagen hebben, toch? Ja, vind ik van wel. Nou, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb wel al aan het uitprinten geweest voor dat restaurant. Maar ik ben nog niet weg geweest en ik ga ook niet meer weg. Nee, want ik ben veel te druk bezig met een intro te maken. Een nieuwe, omdat de vorige mij niet vinden. Ik wil het niet naast elkaar hebben, mijn naam, maar onder elkaar. Ik maar alleen zijn, ik dat niet weten. Dus Karin die heeft mij even geprobeerd te helpen. We hebben zet een paar dingen voorgedaan. Ik weet nou ongeveer plus minus hoe het moet. Enkel, ja, het moet wel eventjes allemaal kloppen. Want nou hadden we er eentje weer en dan vliegen alle woorden weer in elkaar. Dat moet ook weer niet. Nee, het moet wel netjes onder elkaar blijven. Maar oké, dat gaan we proberen. Ik ga er nou eerst een bakje koffie maken en een koek erbij, want ik wel zin in heb, wel verdiend. En omdat ik zo intens bezig ben, heb ik ook weer wat hoofdpijn.
Dus ik zal ook even mezelf rust gunnen, eventjes dat laten bezinken. Neem ik even medicijnen erbij in, want anders wordt het te erg. En het is nog steeds mooi weer en daar ben ik wel blij mee. Ja. En de diertjes zijn allemaal lief, daar ben ik ook blij mee. Kan dan liggen buiten op de picknicktafel te slapen. Vrolijkje ligt lekker nog op de bank. Die is ook zo geweldig lief. Hé? En Eeuwen die ligt hier te slapen. Hopie dopie. Ook zo'n lieverd. Ja, schrok jij? Ja, hè, vrouwtje, mag je niet zo laten schrikken, schat. Nou. Je bent nu lief om op die. Hé, een vrouwtje. Een vrouwtje ook zo lief, hè. Ja. En, ja, kijk, kijk, kijk. Daar ligt meneer Hildo ook eens. Gandalfie! Kijk, die plant, het moet een levende plant, een blijvende plant zijn. Nou ja, ik zie het. Het heeft water genoeg gehad. En nog dood. Ik hou hier niks goed, dan enkel die vlinderstruik en die bessenstruik, maar die gaat lekker weg. Ja, ik moet hem niet. Andere jaar komt er een bordeauxrode rozenstruik. Daar te staan en mijn broertje gaat het onderhouden, dus komt allemaal goed. Ja, dan krijg ik toch nog wat moois. En bordeauxrood, daar was mijn mannetje gek van en daar was ik gek van. En hij was degene die bessen at, ik niet. Dus ja, dan gaat hij mooi weg. Mijn broer wil hem ook niet hebben, dus ja, en ik weet ook niet het andere die hem zou willen hebben. De bladeren schijn je te kunnen eten als je de die buitenlandse mensen hebt die daar een gerecht van kan maken. Dus ja, ik ga geen bladeren eten, nee. Vroeger al brandnetelsoep moeten eten en er spinazie van moeten eten. Nou nee, dan hoef ik het nou niet meer te hebben. Hé, nee, meisje? Ja, ik weet het. En trouwens, ja, jij hebt hier nog eten staan. Nou, ik zal het zo weer geven. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles. Ga ik ook doen. Zeggen doei doei. Ja, lieve vrienden, het is vandaag vrijdag 13 september. Ongelukdag, ja. Als je erin gelooft. Ik geloof er niet in. Want het kan net zo goed voor mij op een andere dag, al is het de 5e. Kind ook. Qua gevoel wel de 13e zijn, omdat er dan ook van alles mis kan gaan. Maar ja, in ieder geval wens ik jullie wel weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesterboel. Ja, ja. Het is vandaag 10:30, het is 10:30. En ik zit te wachten op Rebecca. En vanmiddag moet ik om 9:30 bij Fysio wezen. En of Astrid komt, I don't know. Ik ben bezig met koffie en een broodje klaarmaken voor zelf. Ja, ook dat gaat allemaal al door. Zo. En dan moet ik straks even naar die stomme glazenwasser bellen. Ik heb gisteren ook al gebeld, maar je krijgt wel een antwoord op praat, maar je kan niet eens spreken. Nee, dat vind ik bullshit. Dus ja, hoe vaak ik je eigenlijk dan moet bellen om iemand te pakken te krijgen, kan lang duren met de aanhouden wind. Kanonnen. Maar oké, lieve vrienden, ik neem jullie dit keer nou niet mee in de fysiotherapie. Ik ben nog 2 keer op de film genomen. 1 keer door Frans. En 1 keer door, hoe heet ze nou? Janineke. Janine. Nino zoet. Janine. Niet Janine, maar het is echt Janine. Want ze is naar de vader en naar de moeder vernoemd. En de vader heet Jan. De moeder Nina of zoiets, weet ik veel. Maar in ieder geval, maakt allemaal niks uit. Als je het maar gezellig hebt. Ja toch? Ja. En mijn hondje die wacht ook op eten. Nou, daar ben ik ook mee bezig. Dus ik zeg, wat
anders loopt het niet goed. Oh ja, gisteren heb ik dus heel veel aan het werk geweest om een nieuw intro te maken. En dat is gelukt. Ja. Ik heb er twee, maar die ene ga ik nu weggooien, want die is een beetje te druk. Die ziet mijn naam slecht. Dus die gaat weer weg, maar die andere die is toppie. Zij Karen ook, die gaf me een compliment. Die vond het mooi. Dus die gaan we ook gebruiken. En ik zou zeggen, ja, die krijg je nog zelf om te zien. Ja. Hier is het prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt. Hier en daar blauw, hier en daar bewolking. Maar hoe dat moet kunnen, maar het is heel mooi weer. Dus geniet daar ook van. Ja. Ze zeggen, lieve vrienden, tot later. Zo, lieve vrienden, Rebecca die is alweer druk boven bezig en mijn medicijnen zijn binnengekomen. Dat heb ik ook aan het verdelen geweest tussen boven en beneden. Dit kan weg, dus dat gaan we ook even weggooien. Ja, dat moet allemaal even gedaan worden, want dat moet toch wel netjes, hè? Ja, er staat wel een afwasje, maar nog niet noemenswaardig. Het is nog niet genoeg voor de vaatwasser. Nee. Het is zeker de benedenverdieping en boven niks. Dus ja, komt ook allemaal goed. Zoals ik al zei, Rebecca die is dus lekker boven bezig. Zetten we net eerst even een bakje koffie gedaan samen met mij. Moet ook kunnen. En dan is ze lekker bezig. Het is me gelukt. Ik heb weer gebeld naar die domme glazen wasser. Werd weer niet opgenomen. Ja, antwoordapparaat. Tenminste, is een voicemail. Maar je kan niet inspreken. Nee. Daar geeft hij de ruimte niet toe. Dus andere week gaat Rebecca de ramen hier al lappen. En dat komt ook allemaal goed. En ik heb hem wat is app bericht gestuurd. Ja, hopen dat hij die aankrijgt. Nou ja, dat zal haast wel. En kijken of ik antwoord krijg erop. Ja, dat is vraag 2. Als hij dat niet doet, dan is dat niet zo netjes. Nee. Het is een vrouwdootje. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe ik ook. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben net weer thuis. Ik heb gelijk boodschappen gehaald. Heb ik me er later even uit de schuur weggehaald weer. Ja, dat is ook weer gebeurd. Maar ik hoef voorlopig dit jaar niet meer naar fysiotherapie. Nee, want ik ben door mijn limiet heen. Ja. Ik heb het 22 keer gehad. Dus ja. Nou mag ik dus niet meer. Maar dan moet het andere jaar moet het beter verspreid worden, die 22 keer. Ja, en anders dan moet ik via de... Ja, ik heb nog een pasje. Ik ben nog ergens lid van. En als ik het ook via die doe, kan het pakket groter gemaakt worden. Oké, nou ja, we zullen het beleven, we zullen het bekijken en... zien in januari, maar zover is het nog niet, nee. Ik heb wel wat oefeningen meegekregen om het thuis te kunnen doen. Ja, ook zitoefeningen, gewoon zitten om mijn buikspieren. Dan moet ik met mijn benen op en neer omhoog halen. Nou, daar moet ik mijn stoel sowieso ook hoger voor hebben. En ook mij vasthouden aan de leuning van de stoel van de bankstel. En dan moet ik hetzelfde doen en ik moet mijn buik gaan voelen. Nou, we zullen het beleven. Ja, we zullen het helemaal beleven. Maar oké, ik heb diepvriespullen bij me. Dat is mijn eigen tas, die gaat even daar. Ik heb frikadelletjes. En ik heb 2 zakken patat. Want ik heb zin voor vanavond in het tasje met een frikadelletje. Ja, daar heb ik eens zin in. Uiteraard een fles wijn weer, heb ik voorraad. Was er nog niet aan toe, maar voorraad. 2 maal van die.
eentje kan de kast in, eentje moet naar boven. Dus die kan de kast in. En dan moet die er ook even uit. Ik heb meer spullen. Ik heb 2-4 keer noedeltjes. Verschillende smaken. Dan daar niet, dan daar. En dat kan ook naar boven. Make-up doekjes om make-up te verwijderen van je gezicht. En natuurlijk uiteraard een bounty. Tas is leeg. En dan heb ik, nou die ga ik snel niet zo uithalen, 2 zakken kattengrit. Maar dat moet ook naar boven toe, dus dat komt ook wel goed. En Astrid die is dus niet gekomen, hè? Nee. Die lijkt wel ziek te blijven dat het zijn geld heeft om mij te betalen. Want ze moet mij, ze is mijn geld voeren, ja. Dat, ik zal er vandaag weer eens even appen van hoe het lijkt, hoe het met de ris, et cetera. Nee, dan hoeft mijn neus bloed. En dan vragen wanneer ik mijn geld terug kan krijgen. Ja, ik bedoel, het is een schat van de meid, maar het is wel mijn geld wat ik moet hebben. Ja, dan moeten we zorgen dat ze uitkomt. Ik leen geld uit, maar ik kom even goed nog uit. Ik moet een krabbetje aanleveren, maar oké, doet er niet toe. Maar zij wil nou ja, het beste van het beste. Nou, hallo, je kan ook iets heel goedkoop nemen. Waarom moet je alles duur nemen? Nee hoor, ze koopt ook brood bij de Hema. Nou, ik ben mijn toeter om brood bij de Hema te halen. Het mag dan wel lekkerder zijn. Maar moet je kijken naar het prijsverschil. Ja toch? Dus daar begin ik niet aan. Ik heb de goedkoopste katten gered. Ja, ik ga echt niet duurder doen wanneer het niet nodig is. Ja oké, kattenvoer ben ik wat duurder uit dan voorheen. Want mijn dametje en mijn meneertje die lusten geen andere bakjes meer. Die wil enkel nog maar vis. Dat is net zo min met vlees. Alleen dan nog maar vis. Nou, ik heb wel wat goedkoper. Ik heb de goedkoopste katten natvoer met vlees erin. Die doosjes die ik jullie ook al heb laten zien. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Nou, dan zal ik die rollator zo even opruimen. Ik ga een bakje koffie doen en de diepvriespul even opruimen. Dus ik wens jullie allemaal helemaal, stuk voor stuk, wie dan ook, een hele fijne namiddag, zeg maar. Het is 2:30 bijna. Ik ga zo meteen weer voor de computer, want die heeft aan het renderen geweest. Dus die video met de nieuwe intro erin, ik kan naar YouTube. Moet denk ik nog steeds een filmpje maken dat ik mezelf voorstel. En gewoon ja, even dat allemaal opnieuw doen, maar dan moeten alle dieren binnen zijn en ook in de kamer. Dat ik niet hoef te zoeken van waar zijn ze. Maar in ieder geval, ik wens jullie nu verder nog een fijne namiddag en tot straks. Doei doei! I got no rules, I count 'em.